Dat is ook nooit goed, hè? Dat is ook nooit goed. Ik ben echt een beetje... Je weg kwijt. Nee, gewoon 100 verschillende dingen tegelijk aan doen. En dan vandaag nog de show van Alena en morgenochtend heel vroeg weg naar Nederland. Maar ik heb wel heel veel zin in de show. Ik moet gewoon even landen. Normaal zou ik een glas wijn nemen, maar dat ga ik nu niet doen. Nou, dat past niet meer in onze levensstijl, toch? Hey, misschien kunnen we daar gaan staan, dat zij daar kan parkeren. Denk je dat ze daar tussen past? Misschien wel. Nou, rennen. Rennen. Ze komt zo bij jullie terug, mensen. Jij kan daar, of niet? Hoor die Marcelus. Wacht je daar, of niet? Kom maar, stop! Nee joh, je bent er bijna. Het lukt hem niet in één keer. Ik moet eerlijk zeggen... Ik ben niet arrogant, maar I'm just confident. Dit lukt mij gewoon in één keer. Ik ben gewoon goed in auto parkeren. We hadden lang een plek gehad in het theater. Het verschil... Hij heeft er nog iemand bij die stop moet roepen. Ik doe het gewoon allemaal op gevoel. Clemens, we gaan het er straks even over hebben. Goedemorgen. Deze week, deze komende week, ben ik helemaal alleen, helemaal in mijn uppie met de kinderen. Even vanochtend vertrokken, vanochtend vroeg, volgens mij rond 6:30 of zo. En, want ze heeft een hele week een kaptour door Nederland in Venlo, Den Haag, Amsterdam, overal. Maar goed, wat ik dan zo grappig vind, is dat zij dan overal briefjes achterlaat. Alsof ik gewoon niet weet wat er gedaan moet worden. En ik geef jullie een voorbeeld. Ik neem jullie even mee. De kinderen... Die zitten trouwens nu in het water, in het zwembad. Het is echt heerlijk weer. Het is best wel warm eigenlijk, 36 graden. Maar een prachtige dag om te zwemmen. Maar goed, dit dan bijvoorbeeld, hè. Hier. Was bijhouden. Alsof ik de was niet bijhoud. En huis in orde maken voor de schoonmakers. Dat is ook, toch ook logisch, dat doe ik ook altijd. Huis netjes houden, hartje. Nou ja, dat briefje was echt niet nodig. Jullie zullen het zien. Zo, inmiddels de lunch klaar voor de kids. Want die moeten natuurlijk eten. Net zoals ik. En dan kunnen ze dadelijk weer lekker door met zwemmen.
Hallo, hallo. Van Spanje naar Nederland. Ik ben net aangekomen. En in Nederland, in Eindhoven ben ik geland. En ik ben nu onderweg naar mijn eerste stop, want mijn kaptour begint natuurlijk nu. En ik ben onderweg naar mijn eerste stop en dat is Amstelveen. Daar heb ik een privé-sessie met twee hele lieve mooie mensen. Een hele bijzondere privé-sessie. En daarna ga ik naar Utrecht, naar mijn oude stad waar ik geboren en getogen ben. En daar heb ik een groepsessie met heel veel mooie, lieve mensen. Daar heb ik ook heel erg veel zin in. Dus vandaag is het een teken van op en neer rijden en sessies geven. En ik heb echt heel erg veel zin in. Ik heb heel kort geslapen vannacht, want we waren vannacht heel laat terug van de show van Helena. En toen moest ik nog een beetje inpakken en wat dingen doen. En goed, je kent het wel. Uiteindelijk lag ik denk ik om 1 uur in bed. En om 4:30 ging de wekker weer. Dus, goed. Ik ben op zich niet moe. Dat is heel gek. Ik ben helemaal niet moe. Ik dacht, ik ga nog wel even een beetje slapen in het vliegtuig. Maar eigenlijk was ik in het vliegtuig heel actief al. En ik voelde die energie al. En het ging door mijn lichaam heen. En ik dacht, oh, dit belooft echt een hele mooie dag te worden. Het is zo bijzonder dat je dan al de mensen om je heen voelt. En dat je gewoon eigenlijk alles al aanvoelt komen. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Dus wish me luck. En ik neem jullie mee. Ik neem jullie weer mee op de Kundalini Activation Process Tour van de komende dagen. Hallo, hallo. Dag 1 van Home Alone with the Kids. En we houden nu een pyjama party. En dan mogen de kinderen altijd een film uitkiezen. En ik vind het zo schattig, want een paar weken geleden hebben wij Coming to America gezien met Eddie Murphy, een hele oude film. Maar de kinderen vonden het zo geweldig dat ze nu weer dezelfde film wilden zien. Hé jongens? Wat was de leuke stukje? Wat is de naam in de film? Hakim, toch? Of nee? Ja, Hakim. Ja. Nee, dat is een nette naam. Zo, ik heb net de sessie erop zitten van Utrecht. 90 minuten lang. Met alleen maar vrouwen dit keer. Ik heb echt bijna meestal wel 1 of 2 mannen ertussen. Of bijna meestal. Meestal 1 of 2 mannen ertussen zitten. Maar nu waren het echt gewoon 14 vrouwen. En het was heel mooi. En ja, met mannen is het ook heel mooi. Maar het was echt zo liefdevol en intens. En ik ben weer echt helemaal gelukkig. Helemaal in mijn bubbeltje. Maar goed, ik ga even verder wat opruimen hier. Want ik moet weer verder en of tenminste, ik mag nu lekker naar bed. Ik moet nog wel even een stukje rijden. Dus, tot de volgende. Hola, buenas noches. Althans, is het buenas noches? Even kijken. Ja, het is zeker buenas noches. Het is 7:04. De kinderen hebben een lange dag gehad. Zijn inmiddels thuis. En ik heb net wat voor ze klaargemaakt. Er is iets misgegaan, want ik wilde rijst met kip maken en linzen. Alleen, ik was even niet op aan het letten. Dus de linzen zijn niet echt gelukt. Maar goed, ik heb er in ieder geval nog steeds een feestje van gemaakt. Ik doe altijd groentes erbij en dat doe ik dan zo leuk mogelijk. Want dan is het groente eten natuurlijk het leukst. Jongens, tv mag uit, we gaan eten. Zouden jullie even de tafel kunnen dekken in de tussentijd? Vamos. Liefjes, ja. Laatste dag hè, morgen. En dan vakantie. Okay. Heb je er zin in? Ja. En we gaan eerder naar school. Wat zeg je? We gaan eerder naar school. Ja, ik mag jullie om 2 uur ophalen. En dan is het gewoon 3 maanden lang vakantie. Weet je hoeveel vakantie in Nederland wordt gegeven? 6 weken. Zo, ik kom net binnen op de volgende locatie in Den Haag. Dus van Utrecht naar Den Haag. En echt in een heel leuke wijk. Ik hou echt van deze wijk. Het Zeeheldenkwartier.
Dus daar voel ik me altijd helemaal thuis. Ik heb sowieso 5 jaar of zo in Scheveningen gewoond. Maar dit vind ik echt een hele leuke buurt. En echt een heel, heel lief, leuk studio hier. Ik ben echt heel blij hiermee. Hier kom je dus binnen en kan je lekker zitten. Ik zal even laten zien, het is een beetje donker hier. Maar keukentje en dan daar kan je nog omkleden. En de eigenaresse van de studio heeft al heel lief of hier licht zit. Oh ja, hier zo. Heeft al heel lief alles klaargelegd voor vanavond. Maar dit is toch echt te lief dit. Ik vind het echt een hele lieve, fijne studio. Ik voel me meteen helemaal thuis. Lekker zacht ook de vloer, met vloerbedekking en zo. En ik vind het helemaal leuk. Maar hier heb ik dus vanavond een groepsessie met 10. Maar zometeen heb ik een privésessie. Dat doe ik ook. Dat is of alleen, één persoon, of tot en met max 4. Dus ik kan dat ook met z'n vieren boeken. Dus vandaag heb ik een privésessie met 3. Een stel plus hun zoon, plus hun oudste zoon. Dus dat is echt super leuk natuurlijk. En ik ga het even klaarmaken. Ik ga mezelf klaarmaken. Maar dan, ik heb er heel erg veel zin in. Kijk, weer een hele mooie andere soort locatie dan waar we gisteren waren. Maar ook weer heel knus. Dus ik ga eens eventjes starten. Nou, een hele goede middag, lieve mensen. Het is bijna zover. Even komt morgen terug. Dus nog een halve dag te gaan. En ik vind dat ik een schouderklopje verdien, want ik heb het heel goed gedaan zonder haar. Maar we hebben haar erg gemist, enorm. Dus we zijn heel blij dat ze morgen terug is. En mijn vader die is onderweg. Volgens mij... Oh, komt hij eraan? Ja. Ja, hij weet niet hoe de poort werkt, momentje. Goed, het is hem gelukt, zie ik. Maar mijn vader die is net geland eigenlijk, 2 uur geleden. Die komt een week hier logeren, want Eefke en ik gaan aanstaande vrijdag een paar dagen naar Madrid. En hij komt op de kinderpassen, daar is hij hoor, kijk hem. Blijf even zitten. Wie is dat? Pak hem! Pak hem, Billy. Oké, nou Billy, stil kap. Nee, maar dan wordt het ingewikkeld. Dan vliegt mijn pruik af. Nou, we hebben inmiddels met z'n viertjes lekker gegeten. En het is één groot feest natuurlijk, want vandaag was de laatste schooldag. En nu zitten we dus 3 maanden lang gewoon met kinderen thuis. Nee, het klinkt als een straf, maar het is het zeker niet. 3 maanden is wel lang vergeleken met 6 weken in Nederland. Maar er is genoeg te doen. Spanje is een heel groot land, dus de bedoeling is om lekker vakantie in eigen land te gaan houden. En we gaan het even vieren. We zijn dus klaar met eten. We gaan even een paar baantjes trekken met de kids. En dan is het weer pyjama party. Dat doen we eigenlijk elke vrijdag. Maar omdat het vandaag een speciale dag is, hebben we nog een pyjama party. Maar goed, dat halen ze toch niet, want die zijn al back af na het zomer. Ja hoor, daar zit hij, onze grote dierenvriend. Echt niet. Billy, ga maar met opa spelen. Echt niet. Doe maar met opa. Met opa spelen. Doe dan. Kom met opa spelen, kom maar. Je houdt van honden, kom maar. Doe maar, goed zo. Waarom ga je niet het water in? Het is te warm. Te warm. Opa, ik ben er meteen ingesprongen, hè. Ja, ik ga er ook meteen in duiken. 1, 2, ah, lekker. Brinka! Hey, duw opa erin, duw hem erin! Duw hem erin! Lekker? Hey, opa. Het is lekker, als je er eenmaal in zit, is het lekker. Nou, lieve kijkers, het is deze week een magere week geweest qua opnames. Ik heb eerlijk gezegd niet echt heel veel tijd gehad. Heel erg druk met de kids. Eefke was er natuurlijk niet. Dus ik moest heel veel ballen hoog houden en dat ging me allemaal net goed af. Dus dit keer geen lange vlog helaas, maar ik kan jullie verzekeren, komende week hebben we veel meer... Een bommetje! Maar goed, volgende week hebben we veel meer beelden voor jullie. Dus ik zou zeggen tot volgende week. Hallo, Billy. Ben ik in beeld? Ja hoor. Billy.
Fijne avond. We hebben gewonnen! Wat heb je gedaan? Ja! Mama, ik heb ze allemaal! We gaan doen wie als eerste aan de overkant is. Ik denk dat het over gaat. Go! Ik denk dat opa de pyjama-party niet meer haalt. Okay. Die is kapot, man. Moet je hem horen eigen, joh. Kijk. Hallo, hallo. Goedemorgen. Ik ben in de Mall of the Netherlands. Ik ben hier nog nooit geweest. Maar het is echt mega, mega groot. En het is maandag vandaag. De winkels zijn nog niet eens open. Het is om 11 uur gaan alle winkels open. Dus ik sta hier echt van, oké, er is helemaal niemand. Ik hoorde van iedereen altijd, ja, super druk, dit en dat, la la la. Maar het is dus maandagochtend. Ik was ook even vergeten dat het maandagochtend is, want ik zit zo in mijn kapbubbel. Maar de reden waarom ik hier ben, is omdat ik... Het zou echt heel warm zijn hier in Nederland. En ik heb dus niet zo heel veel bij me qua iets warms. Dus ik moet eigenlijk even een truitje halen of zo. Want ik had echt heel weinig handbagage, dus er past ook helemaal niks meer bij. Dus ik ga even iets van een truitje halen en daarna ga ik me weer... voorbereiden op mijn volgende kapgroep. Maar ik sta dus hier in de Mall of the Netherlands in Leidschendam is dat volgens mij. Maar wel mooi hoor, zeker mooi. Eerst maar even een ontbijtje gaan scoren ergens. Bij de Coffee Company. Niet dat ik nog koffie drink, maar misschien hebben ze wel decaf. Ik ben echt zo'n irritante geworden die nu decaf havermout koffie drinkt. Maar goed, niks aan te doen. Hè? Hallo, hallo, goedemorgen. We gaan voetballen. Yes, een hele goede morgen. We hebben allemaal goed geslapen, een goede nacht gehad. We hebben net ook even ontbeten en zijn nu onderweg naar het voetbalveld van Albier waar we gaan voetballen. We gaan even zijn skills even testen op 73-jarige leeftijd. Kijken of hij dan heeft. 73, wie is dat? Is dat jouw vriend? 73 kan niet. 37 bedoelt hij. Maar papa, denk je dat ik beter dan opa ben? Nee, echt niet. Dat gaan we nu zien. Even voor de mensen thuis. Jawel. Mijn vader die wordt natuurlijk... Of natuurlijk, hij wordt vaak jonger geschat. Kijk hem. Goeie genen. Maar wat hij vergeet... Als er om zijn leeftijd wordt gevraagd... Dan zegt hij van ja, ik ben 55. Maar dan vergeet hij... Dat als ze vragen van ja, hoe oud is je zoon? Dan zegt hij dan 47. Nou, dat is niet slim. Nee, want dan verklap je je eigen leeftijd. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar goed, we gaan voetballen. Dus kijk even mee, gezellig. Messi. Mooie ballen, nu in één keer. Gek man. Gewoon met deze hitte. Dit aan. Ja, één sliding en alles ligt open joh. Oké, naar huis. Het is mooi geweest. Nou, inmiddels weer in de auto en back af. Ik hoor net van mijn vader, of tenminste. Vertel eens. Ja, hoe lang is het geleden? Bijna 30 jaar niet meer gevoetbald. Maar ik vond mezelf heel goed. Als een vis in het water. Mijn vader heeft vroeger een zaalvoetbalteam gehad en ze speelden... Tweede klasse ook. Ja, tweede klasse. Ze speelden heel goed. Voornamelijk met broers. Ja. Hij heeft er 16, dus er zit dan echt wel wat tussen met talent. En ja... Ik zeg altijd, ik ben geen voetballer. Ik ben een doelpuntenmaker. Want daar heb je meer aan. Eentje die scoren, eentje met de bal rondloopt. Daar heb je niks aan. Ja, maar we hadden op een gegeven moment, of zij hadden een coach...
En dan werd hij er wel eens uitgehaald. Dan had hij dus weer ruzie met de coach omdat hij vond dat hij moest blijven spelen. Ja. Dus, en dat zie ik een beetje terug bij Noah. Ze kunnen allebei een beetje slecht tegen hun verlies. Althans, Noah heeft het van opa. Of niet, Noah? Dat is kwaliteit. Kieskeurig bezig zijn. Maar goed, we gaan Elena weer ophalen, zoals bij een vriendinnetje. We gaan even nog een duikje nemen. En dan gaan we eindelijk even ophalen, want die, zij landt om 3 uur. Zo, goedemiddag. Of is het al middagavond? Ik heb geen idee. Maar inmiddels van de yoga-studio's verplaatst naar het strand. Zoals je kunt zien, het oude vertrouwde. Nou ja, het is kijkduin geworden. Met mijn grote vriendin. Sista, Cynthia. Hi, hi. En nou, lekker hier in het zand nog eventjes. En eventjes nog genieten van de avondzon. Even nagenieten van mooie sessies. En even grounden in het zand. Ook wel belangrijk. Wat ga je drinken? Nou, op de volgende locatie is weer heel bijzonder. Een oud klooster in Venlo. En nou ja, kijk maar. Klaar voor mijn laatste sessie in Eindhoven. Ik ben nu in Sittard bij vrienden van ons. Team Ea. Misschien hebben jullie wel eens voorbij. Ja, die hebben jullie wel eens voorbij zien komen. Zij gaat vanavond ook mee. En ik ben echt gewoon, ja, van één locatie naar een andere locatie. Zulke mooie locaties allemaal. Zulke mooie sessies. Zulke mooie belevingen van ook de mensen die er zijn. Gisteren, zoals jullie hebben kunnen zien, in een oud klooster in Venlo. Ook een hele mooie sessie gehad. Dus ja, het is allemaal magisch. En morgen ga ik dus terug naar Spanje. Dan is het gedaan met de tour hier in Nederland. Zo, ik ben aangekomen op locatie in Eindhoven. Het is echt gewoon weer zo zen en zo chill hier. Studio bij Veda. Hele mooie studio. Ik heb heel veel zin in. Dus ik ga me nog even voorbereiden. En ja, en dan gaan we starten. Mooie groep mensen weer. Ik voel de energie al. Maar mooi hè, jongens. Echt. Echt geweldig. Wish me luck. Mensen staan al beneden te wachten, zoals je kon horen. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're going to be landing shortly. Local time is 8:03. Weather is 73 degrees in clear skies. Zo, so, home sweet home. Ik ben net geland op Alicante. Thuis. Lekker thuiskomen van mijn tour in Nederland. En ik word zo opgehaald door mijn liefjes. Kijk hoe zij het hebben gehad. Zonder mij. Ik heb ze echt super erg gemist. En volgens mij hebben ze het echt super leuk gehad. Met papa een weekje thuis. Weet je ook hoe het is om alle ballen hoog te houden? Want dat doet hij niet zo vaak. Dus ik ben wel van plan om het vaker te doen, schat. En als je kijkt, dan weet je dat. Maar ik denk dat het allemaal goed is gekomen. Dus wij gaan lekker chillen. Ik heb even een weekje vakantie met de kids. En daarna gaan we weer aan de slag. Dus wij gaan allemaal leuke dingen doen. Het is in ieder geval heel relaxed om weer thuis te komen. Vol dankbaarheid, vol liefde. Vol met dat ik mijn hart heb laten opengaan naar de mensen toe. En dat zij hun hart hebben laten openen. Ja, het is gewoon super mooi. Dus ja, we zijn nu weer. Even kijken of ze er staan. Nou, de baas is terug hoor, de baas is terug. Ik word nooit zo begroet als ik even een paar dagen weg ben. Hallo, maar ik ben nooit weg, hè? Ja. Goed, we zijn in ieder geval allemaal happy. Hartstikke happy. Zoals ik al zei, de baas is thuis. En Bazin inderdaad, meteen opmerkingen over hoe ze het huis aantrekt. Het is hartstikke... Omdat jij op de kamer zegt, ja, het is altijd veel netter dan wanneer Eve komt en wanneer ik thuis kom. Nou, gisteren was het zo, schat. Ik zeg niks, hè, maar het is niet netjes.